Actua TV kijkt terug naar de afgelopen 12 maanden. 2017 was het jaar waarbij de onafhankelijkheidsstrijd van Catalonië ook België bereikte. En het jaar van de MeToo-beweging op Twitter. We blikken ook vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. In de Zuilenzaal van het Vlaams Parlement praten we uitgebreid met politici die het afgelopen jaar zelf kleur hebben gegeven. Dit was het jaar van Joke Schouwvliegen. Joke Schouwvliegen, het verhaal van Catalonië begon bij de toch wel bevreemdende beelden van die oproerpolitie die burgers van de trappen gooit, letterlijk, om dat referendum te verhinderen. Wat dacht u toen u dat zag? Wel, ik vind dat niet oké. Ik vind geweld is nooit een goed antwoord op gelijk welk probleem. Dus ik kan dat alleen maar veroordelen. Het is natuurlijk een problematiek die verder gaat dan alleen dat. Maar ik ben jurist van opleiding en ik vind dat dergelijke zaken op een correcte, juiste manier moeten opgelost worden. Met respect voor democratie, met respect ook voor mensenrechten, voor alle duidelijkheid. En als er conflicten zijn en dat begint te escaleren, dan denk ik is er maar één zaak. En dat is een echt goed werkend, objectief gerecht ook een uitspraak laten doen. Ja, er zijn veel mensen die zeggen dat het referendum was ongrondwettelijk. Het mocht eigenlijk niet. Er is ook, wat men nu al ondertussen de theorie Veuille aan het noemen is, die zegt van ja, maar je kan onafhankelijkheid nooit bereiken als je de grondwet respecteert, want die grondwet verhindert precies die onafhankelijkheid. U als jurist, hoe kijkt u dat tegenaan? Wel, ik vind dat je de grondwet, maar ook de democratische spelregels, dat je die moet respecteren. Natuurlijk in de geschiedenis is er van alles gebeurd, maar je kan ook binnen democratische spelregels veel doen. Kijk naar ons, binnen onze democratie hebben wij ook heel wat staatshervormingen kunnen realiseren. En als er conflicten zijn met of men nu al of niet de grondwet overtreden heeft en of dat nu al of niet strafbaar is, dat vind ik moet kunnen beoordeeld worden door een onafhankelijk gerecht waar niemand zich in moeit, niet de politiek, ook niet denk ik het buitenland, maar dat is iets wat moet opgelost worden. En als dat escaleert, is er ook nog zoiets als het Europees Hof natuurlijk, dat ook moet toezien of dat mensenrechten worden gerespecteerd. Ja, uw partij CD&V is een huis met vele kamers en een van die kamers gedoogt of bloeit het nationalisme, het Vlaams nationalisme ook voor een stukje. Zorgt dat voor spanningen in uw partij? Dit zorgde niet voor spanningen in onze partij. Ik denk dat wij heel snel hebben gezegd dat wij moeten zorgen dat buitenlandse conflicten, bijvoorbeeld in Spanje intern, dat die niet worden geëxporteerd naar ons land. Het is niet aan ons, wie zijn wij, Vlaanderen, België, om uitspraken daarover te doen. Daar zijn onafhankelijke instanties, zoals het Europees Hof, dat de mensenrechten laat respecteren, maar bijvoorbeeld ook het strafgerecht in Spanje. Zij moeten daar uitspraken over doen. Het is aan hen om daarover te oordelen. Het gaat natuurlijk wel heel ver als je vanuit een bepaalde lidstaat je heel actief gaat moeien in een andere lidstaat. En daar waren we het eigenlijk allemaal over eens. Maar dat neemt niet weg dat we natuurlijk ook wel vinden dat mensen niet zomaar kunnen opgesloten worden, dat je ook mensenrechten moet respecteren. Er is ook binnen de Vlaamse regering zeer snel een duidelijk standpunt over ingenomen. Dat was ook de juiste manier om dat eventueel probleem te ontmijnen. Wel inderdaad, als dergelijke zaken zich stellen en je wordt daarover bevraagd, dan is het altijd goed om dat goed door te praten, intern in de regering. Dat geldt trouwens voor alles. En daar ook een goed duidelijk standpunt rond in te nemen. Dat is ook gebeurd. We hebben ook een debat gehad in het parlement, denk ik, waar de standpunten van de regering toch wel eenduidig door iedereen verdedigd zijn. U ziet het nog niet onmiddellijk gebeuren dat het parlement dat hiernaast vergadert en Vlaanderen zo'n referendum zou op poten zetten. Ik sluit nooit niks uit, maar ik zie dat niet direct gebeuren, omdat wij dat op andere manieren ook hebben opgelost. De staatshervorming in het verleden is eigenlijk altijd goed verlopen in stapjes op een correcte manier, met respect voor de rechtsregels, de democratie, maar ook de grondwet en mensenrechten. En dat is denk ik de lijn die we moeten aanhouden. Want waar trek je de grens? Waar kom je intussen in conflicten ergens anders in de wereld en waar niet? Dus je moet wel zorgen, denk ik, dat je daar een heel consequente lijn hebt. Ja, en wat u betreft mag meneer Puigdemont als vrije burger in Vlaanderen zijn, net als elders in Europa. Wel inderdaad, waarom zou hij hier niet mogen verblijven? Het is een Europeaan, denk ik, die het recht heeft om hier bij ons te verblijven. Ik vind het wel wat raar. Ik zou dat zelf als politieker nooit doen. Dat is als het brandt in mijn land, dat is vertrekken. En dat is misschien een keuze die hij zelf heeft gemaakt. Dat respecteer ik ook voor hemzelf, maar ik zou dat nooit doen. Ik zou bij mijn mensen blijven en op een correcte manier voor mijn overtuiging opkomen.
Jokke Schouwvliegen. 2017 stond ook voor een stuk in het teken van de MeToo-beweging, die een universeel gegeven blijkt te zijn. Het is geen cultureel gegeven, het blijkt iets te zijn wat overal speelt. Hoe kijkt u dat tegenaan? Ik vind het goed dat die problematiek bespreekbaar is en dat de problemen die zich stellen, dat die ook kunnen benoemd worden. Dat ook niemand bevreesd moet zijn om voor zijn rechten op te komen. Dus dat vind ik daar heel positief aan. Dus ik denk dat dat inderdaad zo de geschiedenis zal ingaan, het jaar 2017. Ik denk dat we wel moeten opletten dat dit ook op een correcte manier gebeurt en dat de slinger niet de ene of de andere richting uitgaat. Dus dat is wel iets wat ik vind waar we voor zorg moeten voor dragen. Maar ik vind het zeer goed dat het bespreekbaar is en dat mensen durven opkomen voor hun rechten. Heeft het u verrast dat bijvoorbeeld in de culturele sector er plotseling zo'n golf kwam waar iedereen toch een beetje stond naar te kijken van eigenlijk hadden we er geen idee van dat dat daar zo leefde op die manier? Het is natuurlijk een sector waar heel veel emotie mee gepaard gaat. En dat zijn sectoren, denk ik, die altijd wat meer gevoelig daarvoor zijn. Dus op die manier heeft het mij enigszins niet verrast. Maar natuurlijk de manier waarop en ook de proporties dat het aanneemt, dat is natuurlijk wel heel verrassend. En daarom vind ik het wel goed dat er open kan over gepraat worden. En dat vooral kwetsbare mensen, jonge mensen die starten, die niet altijd durven op hun strepen staan, omdat ze nog carrière moeten maken, dat die druk een stukje weg is en dat zij ook op een geloofwaardige manier voor hun rechten kunnen opkomen, dat kan ik alleen maar toejuichen. Ja, er wordt ook dikwijls gewezen naar de politieke wereld, als zijn de harde wereld, waar de hanengevechten nogal heftig kunnen zijn. U zelf staat regelmatig onder zware kritiek van de oppositie, waar men ook wel durft op de persoon spelen. Hoe ervaart u dat vanuit de politieke constructies? Wel, het is wel zo dat er verruwing is en verharding in de maatschappij. Dat geldt voor de politiek, maar niet alleen voor de politiek, denk ik. Kijk wat er allemaal op sociale media wordt verspreid naar iedereen. Dus dat is iets, een tijdsgeest die mij wel wat bevreest. En je ziet dat ook in de politiek. En ik vind politieke discussies, die moeten keihard zijn. De oppositie moet zijn rol spelen, er mag kritiek zijn, je kan daar ook uit leren. Maar als het persoonlijk begint te zijn en men valt de persoon aan, ja, daar kan je je niet tegen verdedigen. En dat is natuurlijk heel laf. En vaak blijkt daar ook uit dat men in niet echt goed weet welke kritiek men moet geven, maar dat men het dan maar op de persoon speelt. En daar zie je vaak wel, en ik denk dat iedereen dat wel kan vaststellen, dat de kritiek die gegeven wordt naar dames en vrouwen vaak veel persoonlijker is dan dat het naar mannen gebeurt. Ik kan dat alleen maar vaststellen, betreuren. Ik kan me daar zelf heel makkelijk boven stellen, maar ik kan me voorstellen dat dat niet voor iedereen zo evident is. Ja, ik hoor soms ook wel vrouwelijke politici zeggen dat ze van hun vrouwelijke collega's het al even hard te verduren krijgen als van de mannelijke collega's. Wel, het klopt. Het is niet alleen iets wat van mannen uit gebeurt, maar bijvoorbeeld alleen al de kritiek van je ziet er moe uit, dat trokt op niks, de kleren die je aan hebt, je bent te dik of je bent te mager. Die zaken hoor ik nooit over een man zeggen. En dan vraag je je af, ja, wat heeft dat nog met de inhoud en met politiek te maken? Dus op dat vlak, denk ik, zijn dames wel iets kwetsbaarder. En dat gebeurt inderdaad vanuit de hoek van de mannen, maar ook uit de hoek van de vrouwen. Ja. Zien afrondend, wat kan de politieke wereld doen om die MeToo-beweging nu te maken dat die niet zomaar voorbij gaat, dat er ook structureel iets verandert? Ik denk dat er vooral moet gewerkt worden aan een goed kader. Dat wie met een probleem naar buiten komt, goed wordt opgevangen, dat goed wordt opgevolgd, dat ook ernstig wordt genomen. En dat gebeurt van aan de vertrouwenspersoon op de werkvloer, tot de politie die dergelijke meldingen krijgt, tot het onderzoek. Ook het wettelijke kader, zorgen dat het eigenlijk niet in de doofpot wordt gestopt, maar dat het op correcte manier wordt opgevolgd. En dat is vooral, denk ik, de taak van de politiek om daar een goed kader rond te schetsen. Ja, dus het heeft ook een juridisch-justitieel verlengstuk, bij wijze van spreken. Wel, inderdaad. Je moet zorgen dat mensen ook beschermd zijn en dat zaken kunnen onderzocht worden in beide richtingen. Een aanklacht kan vals zijn, dan moet dat ook aan het licht kunnen komen. Maar een aanklacht kan ook gegrond zijn en ook daar moet op een goede, serene manier kunnen mee omgegaan worden. En er moeten ook middelen zijn om daarin in te grijpen en dan ook daar consequenties aan te verbinden. Collega's, hadden altijd gezegd en ook afgesproken dat we grondige kosten-batenanalyse zouden maken over het witboek Beleidsplanruimte Vlaanderen, waar we als de Vlaamse regering hebben afgesproken dat de ruimteinname dat die van 6 hectare per dag naar 0 hectare per dag gaat tegen 2040, met een tussentijdse doelstelling van nog 3 hectare per dag in 2025. Alle elementen liggen op de tafel om dat evenwicht te hebben tussen dat algemeen belang en dat individueel eigendomsrecht. En ik zou aan iedereen willen vragen, laat ons nu ook springen. Het ligt er allemaal, het is heel belangrijk voor de toekomst van ons land. En ik ben ervan overtuigd dat deze Vlaamse regering daar ook zal in slagen. Dank u wel. Jokke Schouwvliegen, u had het daar straks over de verruwing in de maatschappij. Een van uw opdrachten als minister is om de mensen duidelijk te maken
dat ze niet zomaar mogen overal gaan bouwen en beton gooien en dat ze moeten dat doen in een soort maatschappelijk verantwoorde structuur. Dat is natuurlijk een moeilijk verhaal om die mensen dat duidelijk te maken, dat ze dat stukje vrijheid moeten inkaderen in een algemenere context. Hoe pakt u dat aan? Wel, het is natuurlijk eigen aan mijn bevoegdheid dat je een aantal maatregelen moet nemen die niet altijd populair zijn. Nu, ik zit hier niet op deze stoel om populaire maatregelen te nemen, maar vooral om ons leefmilieu te beschermen en ook te zorgen dat we de klimaatverandering kunnen tegengaan. En als we weten dat we vandaag de dag, elke dag opnieuw, 6 hectare nieuwe bijkomende open ruimte innemen in Vlaanderen, ja, dan hoef ik u niet te vertellen dat dat niet verder kan. Als we zo verder doen, dan zullen we zelf in de problemen komen. Kijk, nu al zijn er al meer overstromingen, de luchtkwaliteit kan beter. Dat zijn allemaal voorbeelden van wat de gevolgen daarvan zijn. Dus we moeten dat aanpakken. We hebben daar een plan voor, dat noemt het beleidsplan Ruimte Vlaanderen, waar deze Vlaamse regering toch wel voor wil gaan. We nemen daar ook de tijd voor. Je kan dergelijke maatregelen, drastische maatregelen, niet zomaar nemen. Je moet respect hebben voor het eigendomsrecht van mensen en je moet ook de tijd hebben om het uit te leggen, om de juiste maatregelen te kunnen nemen. En daarom dat we daar een tijdspad voor uitgetrokken hebben tot 2040. Dus de tijd nemen, het goed uitleggen en de juiste instrumenten hebben om mensen ook op een correcte manier te vergoeden als dat nodig is. Ja, die instrumenten, u noemt ze daar nu. U kijkt eigenlijk nogal naar de financiële aspecten. Je wil mensen enerzijds betalen en schadevergoeding als ze benadeeld worden, maar je wil ze ook wel beboeten indien ze in de fout gaan. Is dat uw belangrijkste wapen, het financiële aspect? Het gaat niet alleen om centen. Ik denk dat we vooral moeten sensibiliseren, uitleggen over wat het gaat. En wat blijkt uit studies, als we niks doen, zal het ons ook handenvol geld kosten. En ons allemaal vanuit de algemene belastingen, want bijvoorbeeld de wateroverlast tegengaan of de files aanpakken, ook dat is een gigantisch probleem. Dus als we iets doen, zullen we inderdaad middelen nodig hebben, maar het werkt langs beide kanten. Sommige mensen zullen ook beter worden van dat plan. Want wat zegt dat plan? Dat we in de kernen, de dorpskernen, de steden, dat we daar meer bewoning en bebouwing zullen moeten hebben om onze bevolkingsgroei aan te pakken. Dus dat we zeggen dat mensen die daar een bouwgrond hebben, dat die er eigenlijk beter van worden. Dus daar moet je dan een stukje afromen en dat dan compenseren natuurlijk waar je dan mensen ergens moet een schadevergoeding geven. Het is niet zo dat we alle gronden zullen afnemen of iedereen een schadevergoeding geven. We hebben ook andere instrumenten, zoals bijvoorbeeld een ruiloperatie. Dus er zijn tal van instrumenten, eigenlijk een soort instrumentenkoffer die we hebben om dat plan ook in de praktijk uit te voeren. Ja, het is vooral een kwestie ook van communicatie, want het is zeer snel gebeurd dat mensen een foute interpretatie hebben van dit soort nieuwe uit te voeren strategie. Ja, het probleem is dat er heel vaak in slogans wordt gepraat natuurlijk over deze problematiek en ook andere problemen op het vlak van leefmilieu en natuur. Maar in de praktijk is het zoeken naar evenwichten en kijken hoe je dat op een maatschappelijk aanvaardbaar en betaalbare manier kan doen. En dat is mijn taak als minister en dan is het wel wat zoeken waar leggen we dat evenwicht en ook goed uitleggen over wat het gaat. En die uitleg, dat kan je niet altijd vatten in slogans. Het is heel makkelijk om te staan roepen van het moet allemaal sneller, allemaal veel beter. Maar als je dan met concrete maatregelen komt, dan is het vaak dat men zegt, maar dit moet wel opgelost worden, de fileproblematiek, maar neem mijn auto niet af. Of we moeten iets doen aan de luchtkwaliteit, maar ik ben niet bereid om mijn auto wat meer te laten staan. Het zijn maar een paar voorbeelden van hoe je toch dat evenwicht moet zoeken en het ook voldoende kunnen uitleggen aan mensen waarom we dat doen. Dat niet is om mensen te pesten, maar dat eigenlijk is om mensen ook te helpen en te zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen dat die ook nog een mooie toekomst hebben. Ja, als je nu rondhoort in kringen van vastgoedmakelaars, projectontwikkelaars, dan zie je dat eigenlijk alles verschuift naar appartementsgebouwen en appartementen weg van private woningen. Is dat een stap in die richting of is dat een gevolg van die politiek? Het is niet zo dat we nu massaal overal appartementsgebouwen moeten bouwen. Ik denk dat dat ook niet het beeld is wat wij voor ogen hebben. We gaan ook niet naar Nederlandse toestanden of de bidonvilles van Parijs. Dat is helemaal niet de bedoeling. Wat kan wel bijvoorbeeld, denk aan een groot huis, een grote villa. De villa van de Pfaffs is zo'n mooi voorbeeld. Hè. Dat raakt heel moeilijk verkocht. Dat is een gigantisch huis waar je eigenlijk perfect een 2- of 3 gezinswoning kan van maken. En nog even comfortabel wonen. Dat is waar we eigenlijk naartoe willen gaan. Dat is creatief met wonen. Omgaan en kijken hoe we meer kunnen doen op beperktere ruimteinname. Dus het gaat over heel mooie voorbeelden. Ik denk dat we die nog veel meer moeten tonen om mensen te overtuigen van het plan. Want ik begrijp en ik versta dat maar al te goed dat de Vlamingen zeggen, maar we willen niet allemaal in een appartement gaan wonen, maar dat staat niet in het plan voor alle duidelijkheid. Ja, het gaat ook over stedelijke herontwikkeling, het terug herwaarderen van de stadscentra. Ja, het gaat over stedelijke herontwikkeling. Bijvoorbeeld denk aan een aantal verlaten panden, fabrieksgebouwen en dergelijke meer.
Daar kan je eigenlijk heel mooie projecten in een stad mee realiseren. Je kan die wat dichter, intenser maken en daar rond eigenlijk een mooie groene long in de stad. Want ook dat mogen we niet vergeten. Als meer mensen op een kleine oppervlakte wonen, dan hebben ze ook die ruimte en die ademruimte nodig. En dat zit ook vervat in dat plan. Ik heb dus zelf een geschenkje meegenomen. En dat dient dus niet om, om bomen te kappen. Minister, dat dient ook niet om er het bijltje bij neer te leggen, zeker niet. Maar inderdaad, u heeft het goed geraden om vrijdag de laatste knopen door te hakken. En als het echt moet, om eventuele weerspannige collega's te overtuigen. Joke Schouwvliegen, als televisiemakers zijn wij altijd op zoek achter een beeld dat buiten het gewone springt. We hebben er zo met u eentje gehad wanneer u een bijl kreeg van N-VA-kamerlid Van Dalen. U hebt dat fragment ook gekozen als uw fragment. Waarom precies dat vreemde fragment van die bijl? Het is eigenlijk nooit gezien. Ik vond het een heel hard beeld, waar eigenlijk ook vlak bij het moment dat er aanslagen gepleegd zijn, plotseling een parlementslid een bijl bovenhaalt midden in het parlement. Dat dit hier in het parlement binnen kan, vind ik al heel angstaanjagend. Maar twee, ook, het toont wel ook de verharding en de verruwing en de druk die achter het dossier zat om daar snel mee door te gaan. En dat toont eigenlijk dat haast en spoed dat dat nooit goed is en dat je dan ook vaak andere hindernissen tegenkomt. Het is een beetje symbolisch, denk ik, voor de manier waarop vandaag de dag aan politiek wordt gedaan. Dat is straffe uitspraken doen, spierballengerol en dan denken dat alle problemen opgelost geraken. Maar zo is het jammer genoeg niet. Wij moeten daar de tijd voor nemen. We moeten zorgen dat zaken goed doordacht zijn. Dat we er ook correct en goed kunnen over communiceren. En dat is vooral de weg die ik wil bewandelen als minister. En zorgen dat de zaken goed geregeld zijn in plaats van dat ze snel geregeld zijn. Ja, en dan moet inhoud primeren op profileringsdrang. Wel, de profileringsdrang, wat ik natuurlijk begrijp. Iedereen wil graag in beeld komen. Maar je kan dat op een aangename, positieve manier doen. Wat natuurlijk onze taak is in het parlement ook, om de ministers een stukje achter hun veren te zetten. Maar als je dat op een meer agressieve manier gaat doen, met dergelijke wapens, dan hoeft dat voor mij eigenlijk niet. En is dit voor mij wel een beetje symbool van de manier waarop de dag van vandaag aan politiek wordt gedaan. Ja, nu dat verhaal kwam na uw voorstelling van de boskaart, die daarna terug is afgevoerd. Wat is er eigenlijk fout gelopen met die boskaart? Wel, het fragment zat eigenlijk voor de boskaart. Ja. Het is een fragment waar eigenlijk het parlementslid vraagt, leg nu direct snel die kaart op tafel. Mm-hmm. Die druk was gigantisch om dat snel te doen. Iedereen wist dat dat niet zo evident was, omdat heel veel mensen daardoor getroffen zijn. Die is er dan uiteindelijk gekomen en het effect is natuurlijk geweest wat het was. Dat is dat heel veel mensen ongerust waren, ook door de manier van aanpak, omdat die procedure, die ook wettelijk verankerd is, eigenlijk zegt, eerst is er een kaart en dan pas komt er een openbaar onderzoek. Dat is eigenlijk de omgekeerde wereld. En wat we nu als vervolg zullen doen, dat moeten we nog, denk ik, goed doorpraten in de Vlaamse regering. Uiteraard wil iedereen bossen beschermen, maar je moet dat op een redelijke manier doen. En mensen hun bouwgrond zomaar afpakken, of industriegrond, omdat er een bos op staat, dat begrijpen mensen niet altijd. Iedereen vindt, er moeten veel bomen, veel bossen zijn, maar niet op mijn eigen grond. En ook daar terug zoeken naar evenwichten, goed communiceren en ook goed uitleggen over wat het gaat. En ik ben ervan overtuigd dat als we die instrumentenkoffer, waar ik het daarnet over had, als we die voldoende kunnen uitwerken en mensen die dan toch getroffen zijn, dat we die voor 100% kunnen vergoeden, dat dat ook het draagvlak of de noodzaak om dat plan uit te werken, dat dat een van de belangrijke voorwaarden zal zijn om daar nog door te geraken. Ja, er bestaat een regeling in Vlaanderen. Wie een bos ontbost, die moet een compensatie doen en moet een nieuw bos creëren. Uw critici zeggen van ja, maar dat gebeurt niet. Dat is op papier alleen, maar dat gebeurt niet in praktijk. Hoe kijkt u daar zelf tegenaan? Hoe kan u dat concretiseren? Ik ben het daar niet mee eens dat dat in de praktijk niet gebeurt. Men is verplicht om dat te compenseren. Dat is soms zelfs met een correctiefactor die veel hoger gaat. Dus het bos moet dan soms 2-3 keer groter zijn. Het is zo dat als een bos groter is dan 3 hectare, dan ben je verplicht om dat in natura te compenseren. Is het kleiner,
dan kan je dat ook met een financiële vergoeding doen, maar dat komt in een apart fonds dat ook wordt gebruikt om bos aan te leggen. Het is dus niet zo dat dat verdwijnt in de algemene pot. Dus eigenlijk zijn de bossen in Vlaanderen goed beschermd en is daar ook een regeling. Wat is natuurlijk het grote knelpunt? Dat is massaal gronden vinden om die bossen op te gaan planten. En we hebben niet zoveel open ruimte in Vlaanderen, of die is al ingenomen voor andere natuurdoeleinden dan bos, maar ook bijvoorbeeld voor landbouw. En daar moet je gaan zoeken, waar kunnen we die bosuitbreiding doen? Maar het klopt niet dat dat een lege doos is. Er wordt effectief, elk jaar worden die middelen ook uitgegeven voor die bosuitbreiding. Ja, een andere kritiek uit dezelfde hoek is van, een nieuw bos kan je niet vergelijken met een oude bestaande biotoop van een oud bos. Dat klopt natuurlijk, dat een bos dat er al een tijd is, dat dat vaak ook een grotere waarde heeft, dat de bomen groter zijn. Maar de meeste van onze bossen die worden ook nooit gerooid, of die gaan ook nooit weg, die zijn effectief beschermd. Als dat effectief een bos is, dan kan dat zomaar niet gekapt worden, tenzij voor natuurdoeleinden, want daar wordt ook wel bos natuurlijk voor verwijderd. Maar het gaat alleen over bouwgronden, industriegronden waar dat kan gebeuren. En daar natuurlijk is het logisch, als mensen een bouwgrond kopen, dat ze natuurlijk ook een vergunning vragen. En het zijn die meest waardevolle bossen die we nu eigenlijk de meest waardevolle willen beschermen naar de toekomst. En dat ligt natuurlijk heel gevoelig, omdat mensen zeggen, ik heb een bouwgrond gekocht, mijn droom is om daar ooit op te bouwen en nu plotseling kan ik dat niet meer. Ik heb daar begrip voor, maar wij moeten terugzoeken naar het evenwicht. De meest waardevolle bossen die beschermen en zorgen dat er toch nog ergens een realiteit is waar we mee moeten omgaan in Vlaanderen. Ja, goed. Afrondend, wat hebt u met die bijlen gedaan? Ik heb die bijl ergens in mijn schuur of in mijn garage gelegd. Jokke Schouwvlieger, 2018, lokale verkiezingen. Wat gaat u doen in die verkiezingen? Ik ben begonnen in de lokale politiek. Ik zit ook in de gemeenteraad. Ik ga daar ook heel consequent elke maand naartoe. In Evergem? Dus in Evergem, ja. En ik doe mee met die verkiezingen. Ik sta op de tweede plaats. Ja. Men heeft u gevraagd om naar Gent te gaan en u was daar niet voor te vinden? Wel, men heeft dat inderdaad destijds aan mij gevraagd. Nu mijn roots liggen in Evergem. Heel mijn sociaal leven en ook vooral dat van mijn familie, mijn kinderen, ligt in Evergem. Het is niet zo evident om te gaan zeggen, ik ga verhuizen. Dus dat zijn zaken waar ik natuurlijk ook rekening moet mee houden. Ik ben ook niet alleen. Ik heb een gezin waar ik natuurlijk ook verantwoordelijkheid voor moet dragen. En op basis daarvan heb ik inderdaad de beslissing genomen om die stap niet te zetten. Wat niet wegneemt dat ik heel dicht bij Gent woon en dat Gent ook heel dicht bij mijn hart ligt. Ik heb er ook altijd gestudeerd. Ik heb er 10 jaar ook mijn advocatenkantoor gehad. Dus ik volg Gent op de voet, maar ik kon dit moeilijk maken ook naar mijn gezin om naar Gent te verhuizen. Ja, je hoort politici soms zeggen van het burgemeesterschap is het meest concrete mandaat dat je kan hebben. Je kan dingen realiseren, je kan dingen doen in je nabijheid die zichtbaar zijn. Als minister hebt u ook een uitvoerende functie. Hoe legt u die twee naast elkaar als het gaat over concretiseren van concrete dossiers? Ik denk dat het een beetje vergelijkbaar is. Ik ben ook schepen geweest in Evergem, dus ik heb dat ook in de praktijk gezien. En een uitvoerend mandaat is heel fijn, omdat je ook direct de resultaten ziet. Het enige verschil, denk ik, is dat je in een gemeente nog iets sneller kan gaan en iets sneller de resultaten kan zien op het terrein dan dat je dat als minister hebt. Maar ik denk dat het te vergelijken is. Het is gewoon een kleiner grondgebied waarvoor je verantwoordelijk bent. En ik denk dat dat inderdaad een heel mooie functie is. Maar ik heb altijd geleerd in de politiek en dat is ook altijd mijn drijfveer geweest. Probeer goed te doen waar je op dit moment mee bezig bent. En ik ben nu heel graag minister. Ik neem daar graag mijn verantwoordelijkheid en wat de toekomst brengt, dat zien we wel. Ik vind dat vooral belangrijk, om niet te veel al iets anders na te jagen, maar vooral vandaag goed te doen wat je doet. Ja, nu, die verkiezingen zijn altijd belangrijk voor politici, maar 2018 komt voor 2019 met nationale en regionale verkiezingen. Hoe zwaar zal dat wegen op het politieke werk? Wel, ik denk dat we daar eerlijk moeten over zijn, dat je dat wel wat zal voelen. De zenuwachtigheid zal toenemen. We hebben het daarnet gehad over de profileringsdrang en zorgen dat je in de picture loopt. Ja, ik denk dat iedereen die kandidaat is in 18 en 19 wel graag eens in de picture zal komen en een drang zal hebben om een straffe uitspraak te doen, om zichtbaar te zijn. Dus dat is een beetje het gevaar, denk ik. Ik hoop dat iedereen koelbloedig blijft en dat we vooral moeten blijven
goede beslissingen nemen. Maar we hebben het vaak over het vertrouwen in de politiek dat weg is. En dat heeft daar veel mee te maken. Dat politici veel te veel met zichzelf bezig zijn en met het postjes en het verkiesbaar zijn en stemmen halen. Maar minder met verantwoordelijkheid nemen en dossiers oplossen. En ik hoop dat iedereen die verantwoordelijkheid ook wil nemen om verder goede dossiers op te lossen en beslissingen te nemen. Daar zitten wij met z'n allen op te wachten. En dat moeten wij doen. En of dat we nu al of niet populaire maatregelen nemen, dat is minder belangrijk. We moeten de juiste en de goede maatregelen nemen. Ja, dus de Vlaamse regering is niet van plan van gas terug te nemen in 2018? Nee, dat zijn we niet van plan. Er is nog veel dat werk dat op de plank ligt. Denk bijvoorbeeld ook aan alles wat het beleidsplan Ruimte Vlaanderen, de betonstop in de volksmond, dat ligt allemaal nog op de tafel. Dus er is nog veel werk dat we zullen moeten verrichten. Goed, dan wensen wij u graag een vruchtbaar 2018. Dank u wel.